En welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie een mukbang samen met... Jessie! Yay! Heel veel vroegen erom en wij gaan vandaag samen sushi eten. Als het goed is, is de bezorger hier al met de sushi? Jazeker. Oh, daar is die. Daar is die. Sushi service, alsjeblieft. Hallo, liever. Even zo. Hallo. Dankjewel. Ik ga er weer vandoor. Doei. En wij gaan lekker... sushi eten. We hebben heel veel sushi hier. Nee. Is dat met jouw... Ja, dat zijn niet van mij. Die lumpia. Oh, die zijn groot! Oh, ik dacht dat jij mini's had inderdaad. Dat dacht ik ook. Even kijken. Oh mijn god. Lekker. Allemaal uitstappen. Ja. Stokjes. Ze denken dat we met drie zijn. Ja, dat is altijd. Dan sturen ze drie pakjes mee en dan... Altijd bestel ik in mijn eentje. Er zitten al twee paar stokken in. Ik ben in mijn eentje. Ja. Even kijken. Zo. We gaan het even allemaal uitstallen. Wat is dit? Dat wasabi. Jij houdt niet van spicy, hè? Nee, alleen KFC. KFC. Ja, dat is ook spicy. Toch? Dat vind ik al spicy. Hot wings vind ik al spicy. Oké. Attack! attack. Ik doe gewoon mijn hele sojasaus erin. Sojasaus. Yup. En zo. Ik ben benieuwd of we het opkrijgen. Het is echt heel Ik heb nog nooit sojasaus gegeten voordat ik voor de eerste keer sushi had. Echt waar? Dus je hebt voor het eerst sojasaus met sushi gegeten? Ja, en eerst heb ik heel lang sushi gegeten zonder sojasaus. Omdat ik altijd zo vind. Mijn oom had namelijk altijd over de spaghetti en over alles met die sojasaus. En ik vond dat zo raar. Over de spaghetti? Dus ik had altijd het idee dat het altijd heel vies was. Mm-hmm. En toen zei mijn zus één keer van, doop het er nou gewoon in. En toen dacht ik, fuck you, doop het er wel in. En het was echt super lekker. Ja, ik kan echt geen sushi zonder sojasaus eten. En echt gewoon een liter het liefst. Oh, je hebt ook wasabi doorheen. Ik doe wasabi en ik doe gember er doorheen. Nee? Lekker. Is er zeg maar echt een reden dat je vegan bent gaan doen? Voor mijn gezondheid. Het is niet verder. Maar ik hoor dus heel veel dat vegan heel ongezond is. Omdat je die voedingsstoffen zeg maar nodig hebt. Ja, dat is als je te weinig eet van alles. Even een momentje hoor, dit was zo lekker. Wat zit hier? Oh, komkommer. Lekker, wat voor zo'n crunchy. Oh, lekker. Nee, jij bent echt van de vlees en zo hè? Ja, maar ik eet niet elke geen dag vlees. Ook. Eet je ook niet. Nee, ik probeer geen vark te eten. Alleen heel af en toe dan denk ik spare ribs. Yay, spare ribs. Omdat ik het gewoon heel lekker vind. Nee, ik probeer geen varkensvlees te eten puur van mijn huid. En voor de rest, ja, ik hou wel echt van vlees. Alleen mijn vriend kan bijvoorbeeld echt elke dag van de week vlees eten. Maar dat is ook gewoon echt ongezond voor je om elke dag vlees te eten. Mm-hmm. Ja, maar we zijn wel allemaal best wel zo opgegroeid. Heb ik het idee. Ja, maar ook elke dag melk en elke dag vlees. Nee, dat is echt super ongezond voor je is. En dat die slogan, melk is goed voor elk. Nee, dat is allemaal marketing. Weet je wel, ja, dat hebben ze bedacht. Nee, dat hebben ze heel lang geleden hebben ze dat bedacht. Omdat er een overschot aan melk was. Was dat de reden? Ja. En toen hadden ze iets van, oké, we moeten iets hebben dat letterlijk iedereen melk gaat kopen. En toen hebben ze die slogan dan gewoon melk is goed voor elk. Omdat het dus echt gewoon een overschot aan melk was. Ja, en dat is de generatie van onze ouders eigenlijk. En daar, vandaar. Dat is echt... Neem nu deze, ik laat even zien. Dus daar, dit wat is dat? Is met komkommer? Zo'n kleintje. Nee, dit is met avocado. Ah, en wat is het daar? Dat is zo'n Japans radijsje is dat. Een Japans radijsje. Ik heb nu eentje met sesamzaadjes erop, dat je het kan zien. En er zit zalm in, denk ik, en avocado. Echt lekker. Ik vind die kleintjes, vroeger vond ik die kleintjes echt te klein en nu is het gewoon dat ik denk... Omdat die zo groot zijn en één hap zijn die zo groot. Ja, en bij deze is het een fijne afwisseling. Sojasaus. Het spat er overal heen, sorry. Maak je tafel vies. Doekjes zijn daarvoor. Dit is echt, ik hou zo van deze met avocado. Och, lekker. Ik heb niet, maar dit zijn gewoon viseitjes toch? Mm-hmm. Gewoon caviar, maar dan oranje. Zeg maar de goedkope versie. Ik kan dit elke dag eten als ik wil. Ah? Ja. Jij niet? Nee. Sushi is live. Wat is dan jouw favoriete keuken? Dit is dan niet je favoriet, denk ik. Ja, heel slecht met kapsalon. Oh ja. Kapsalon kan ik letterlijk elke dag eten.
Maar ook heerlijk. Bijvoorbeeld, zeg maar, broodje dunner en dat soort dingen. Ja? Maar het moet wel dunner zijn. Kapsalon dunner, niet shawarma en zo, dat vind ik allemaal minder. Mm. Het moet echt kapsalon dunner zijn en dan het liefst met extra feta. Feta en kapsalon, echt oh, heerlijk. Dus bij een snackbar is dat jouw go-to ding? Ja, nee, ik ben echt zo'n iemand die heel veel thuiszorg doet. Ja, ik ook. Ik heb wel geen zin om, ik zeg maar, ik eet niet samen met mijn vader. Ik kook niet zeg maar samen met hem, dus ik moet het zelf kopen en heb ik altijd iets van, ik bestel wel wat. Oh, maar dat wordt zo duur op een gegeven moment. Het is zo duur. Altijd minimaal 10 euro. Mm-hmm. En dan bestel je maar drinken bij terwijl je gewoon drinken de koelkast op staan. Mm-hmm. Altijd. Mm. Dit doe jij niet, hè? Nee, ik ga hem echt niet doen. Neem, alsjeblieft. Mm. Ik vind deze dus vies. Dit is met zeewier. Ik vind het zo lekker. Maar het is echt te veel van dat zeewier door me heen. Maar er zit ook rijst in, hè? Dus het is een basis van rijst. Ja, maar dan zou het enige wat erin zit lekker kunnen zijn. Oh. Rijst. Okay. Nee. Ik ga dit niet wel maken. Wat saus. Ja, zullen we die saus dan even in een deksel doen? Ja. Of in zo'n. Of niet? Ja, dat kan wel. Alleen, is het niet te veel? Ja, dat is te veel. Okay, ga ik het doen zonder vies te... Nee, ik ga dus moet ik even een mesje pakken of zo? Je hebt echt van die nagels waar je zo prik mee kan doen. Ja, nee, dat doet hij dus niet. Dat is super bot, mijn nagel. Oh, crisis. Lukt het? Zo, maar dat is echt vol. Nee. Nee, ik pak even een mesje. Of een schaartje of zo. Ik prik er gewoon een frikker in. Oh ja. Ja. Oh ja. Oeh. Juicy. Juicy in de hand. Oh, die juicy couture pakken zijn we helemaal in, hè? Ik zag het, ik wil er ook heen. Ik ook. Ik maar was echt iets van, het is zo. Vroeger was het echt fout, het zeg was, maar. Nee, het was eerst hip, want toen had Paris Hilton het hip gemaakt. Paris, ja. Paris en Nicole. En op een gegeven moment. En Fondutch is ook weer hip aan het worden, hè? Van die petten. Oh. Fondutch was toen ook. Je had dan juicy couture, die tracksuits, die fluwelen pakjes. En dan had je Fondutch, dat was een soort van fout merk. Waar, met die truckerpetten en er stond heel groot Fondutch op. Oh, en die zijn ook weer hip aan. Maar wat nu niet meer hip wordt, maar vroeger ook had die volgens mij Reebok broeken met zo'n hele grote R op de achterkant op je broekzak. Mm. Dat was ook helemaal in. Oh, echt van die trainingsbroeken, zeg maar. Nee, echt van die spijkerbroeken en dan heel laag en dan zo'n grote rode R op de achterkant. En... Fout. Ja, ik vind het grappig. Alle trends van vroeger komen ook weer terug. Het is gewoon... Ik zie dingen die hip waren bij mij op de basisschool, wat dan nu weer terugkomt. Ook gel haar. Dus van dat gekrulde gel haar. Echt te grappig. Wat ik echt zeg maar een beetje te vind, is echt die... wat heel erg met ook met die gel schoentjes en... Mm-hmm. De heel erg, ik weet niet welke jaren het trouwens is, maar echt wat Britney Spears 90. Van vroeger. Ja, 2000. Heel erg. Dat vind ik een beetje, soms zie je echt mensen lopen. En ik vind het wel cool als je het doet, maar die gewoon echt uit de jaren 90 kunnen zijn met hoe ze eruit zien. Maar ik vind, bij dat soort dingen moet je één trend pakken eigenlijk, denk ik. Toch? Ja. Dus of je gel schoentjes, of je doet de joker. Want heel veel is ook weer zo veel. Ja, maar die mensen zijn dus gewoon helemaal in die stijl zijn. Helemaal cool, maar ik vind het persoonlijk gewoon... Ja, ik heb hier trouwens mijn geliefde handrol. Die hadden we altijd in de voethal, toch? Ja, bij de voet Mr. Tamaki. Heb ik er meerdere keren bij jou gezien van ik heb hem weer. Ja. Ach, dit is zo verschrikkelijk lekker. En we gewoon zo met de hand eten. Wat een mooi beeld. Goddelijk ook. Het geluid van jou. Heerlijk. Nou, ik vertel dat dus net aan jou. Dat ik altijd echt heel erg boos word als ik mensen hoor smakken en zo. Vooral als ik er echt op ga letten en dan komt mijn vader echt heel erg smakken, dan krijg ik echt die haatgevoelens. Ze heeft dan een bepaalde naam. Dat zijn ook echt van succes zo. Ja, ik krijg er zijn net. Nou, good luck hè, met filmen. Ja, maar ik vind het niet zo heel erg zo. Dit? Ja, het gaat nog wel. Ja, maar het is echt van. Er zijn ook zeg maar, er zijn gradaties hierin. Dus zeg maar, wat wij nu doen is nog redelijk normaal. Maar je hebt ook mukbangs waar echt expres gewoon. En dat het eruit valt en ik denk, oh nee, dat kan ik ook niet tegen hoor. Je hebt ook heel veel ASMR dat ik gewoon echt te ver vind gaan. Dat ze echt gewoon een soort half geil hijgend in de camera praten. En dan denk ik, girl, het is geen pornofilm. Dan zit altijd van die Aziatische meisjes en dan die titel eruit en denk ik, dit is gewoon soft porn. Er is ook één ASMR kanaal, ik weet niet hoe ze heet. En dat is een ex-pornoster. En die heeft ook, zeg maar, die was pornoster en die maakt dan nu zulke video's en dan... Weet je wel, soms is het, er is een fine line tussen inderdaad hitsig en ontspannen massageachtig. Ja.
Want ik vind het heerlijk om me in slaap te vallen. Niet altijd, soms zet ik het aan en dan ben ik aan het luisteren en denk ik, ach, hi Mel. En dan zet ik het maar weer uit. In het begin zet ik gewoon een afspeellijst met muziek aan of zo. Maar wie luister jij dan bij ASMR? Heel verschillend. Ik vind unboxings heel fijn om te kijken. Ja? Echt, er is één Nederland. Ja, zij is Nederlands. Ze maakt Amerikaanse video's en ik kwam er dus laatst achter hoe dat zij... De Water Whisper. Oh ja, Ilse. Ja, ja. Oh ja, nou, die kijk ik dus heel af en toe. Dat vond ik super leuk. Dus op de achterkant is in Nederlands was het echt van, oh my god, echt super leuk. Maar ze kan echt goed Engels. Echt heel goed Engels. Maar zij heeft heel veel van die unboxing video's gedaan. Dat vind ik heel fijn, gewoon dat er een doos open gaat. En dat ze elk pakketje gaat openmaken. Dat vind ik heel fijn om naar te luisteren. En er is één jongen. Hij is best wel klein. Hij is gewoon uit Amerika. ASMR Node. N-O-D-E. Oh, die ken ik niet. Nee, hij is gewoon heel klein en gewoon een jonger van, denk ik, nou, mijn leven. Ja, misschien iets jonger, denk ik, 19 of 20 of zo. En ik vind zijn stem gewoon heel fijn. Oké, ik zal hem zoeken. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee waar ik een beetje naar kijk. En soms zoek ik het gewoon random op, gewoon puur met nepnagels, tapping, dingen. Heb je wel eens, want die kom je altijd tegen, Maria heet zij. Gentle Whispering of zoiets. Maria is echt de queen van de ASMR. En zij is ook Russisch en haar stem is zo, zeg maar, ze doet het in het Engels, maar zo lekker. Oh, en oh, echt een soort van moedertje die dan heel zacht aardig dat allemaal doet. En ik vind zelf The One Lilium ook heel fijn. Dat is zo'n meid, ik kan elke nacht naar haar stem luisteren. Gewoon echt maandenlang zelfde video. En de allereerste ASMR video van mij die ik heb gezien was, zij is ook best wel groot en denk ik, we zouden de naam echt niet weten, omdat het de enige video's die ik van haar heb gekeken. En zij heeft van dat, zeg maar, van die kleine piepschuime balletjes, in van dat, ja, gewoon zeg maar van dat kneedspul met die piepschuime balletjes erin, had ze dan een groot pack van ik denk 10 kleuren of zo, en dat ging ze helemaal onboxen, dus losmaken, van het karton, van het plastic losmaken. En dan ging ze alles eruit halen, dan ging ze ermee kneden. Oh, dan... Maar heb jij dat ook dan echt, die tintelingen? Ja, ik heb af en toe. Okay. Af en toe. Niet, soms vind ik het gewoon lekker relaxed en dan lig ik gewoon dan door de zachte stem zo val ik in slaap. Ja. Maar soms hoor ik geluid en dan lig ik echt en dan denk ik echt van, oh, dat voelt echt heel raar. Weet je? Dan je voelt het in je hoofd of zo, een beetje... Dan betrap ik mezelf echt op dat ik daar dus gevoelig voor ben. En dat is echt... Ja, het lekkerste vind ik persoonlijk ASMR in het echt. Heb je dat wel eens gehad, dat iemand een pakketje inpakte in het echt, bij de Douglas of zo, dat je staat te kijken en dan voel je die tinteling in je hoofd en denk je, oh. Ik had het vroeger altijd, toen ik jong was en denk ik ook 7 jaar was of zo. En als je dan heel erg moe bent en je bent op een verjaardag. Ja. En je zit dan op de bank en je bent eigenlijk bijna in slaap, maar het gewoon alle geluiden die op de verjaardag om je heen zijn. Oh, mensen aan het praten, mensen pakken nootjes, mensen pakken drinken. En dat geluid kon ik echt gewoon zo in slaap vallen. Wauw. Gewoon echt door gewoon visite en mensen die aan het praten zijn. Echt, en dat, doordat je steeds moeier wordt en steeds meer in slaap valt, valt het geluid steeds zachter weg. En op een gegeven moment dan. Maar was het dan jouw verjaardag of iemand anders verjaardag? Nee, gewoon met oud en nieuw of met een verjaardag. Of ja, en vooral was dat met oud en nieuw, omdat het dan natuurlijk heel lang opblijven is. En meestal ga je dan wel, als je jong bent, met een verjaardag wat eerder naar bed. Ja. Goh. Ja, dat weet ik ook nog heel goed. En dan val je echt een beetje weg. Ik heb een keertje gelezen dat mensen die dan bijvoorbeeld vroeger gepest werden, dat die soms ASMR hebben als mensen heel lief tegen ze zijn. Dat vond ik ook wel bijzonder. Oh, echt? Nou ja, ze zeiden, als ik dan met een collega praat en diegene is echt oprecht geïnteresseerd in me, dan voel ik die tinteling in mijn hoofd, omdat ik dan zo gewend ben dat dat nooit zo was voor mij. Dat vond ik zo bijzonder. Ik dacht, dus het kan zich misschien ook nog wel een soort van ontwikkelen, omdat je dus, nou, bijvoorbeeld het prettig vindt omdat er mensen om je heen zijn, of een verjaardag of whatever. Ja, gewoon het geluid van leven of zo. Ja. Of dat ik dan al lag te slapen en mijn moeder dan vroeger in mijn kamer bezig was met mijn was opvouwen of weet ik veel wat. En dan gewoon kleine geluidjes en dat vond ik altijd heerlijk. Omdat ik stilte vind ik verschrikkelijk. Als ik slaap en het is donker en het is doodstil, vind ik verschrikkelijk. Ik heb altijd muziek aan of überhaupt gewoon altijd. Ik kan niet in de trein zitten zonder muziek. Weet je wat wij dus hadden? Wij woonden eerst in die flat en dat was dan bij Centraal. En er was altijd, was er iets buiten. Ambulances, mensen, geluiden. Nou, toen op een gegeven moment had ik dus ook, als ik dan ergens anders ging slapen in een hotel of zo, dan had ik zo'n appje en dan zette ik City Sounds aan. Dus dan hoorde je die geluiden, en dan viel ik weer in slaap. Dus helemaal aan gewend. Toen kwamen we hier wonen.
muisstil, wij konden niet slapen. Het was te stil gewoon. Het was bizar. En ik heb echt een paar nachten moeten wennen. Gewoon het idee van waar zijn nou al die geluiden van de stad, weet je wel? Bizar. Dus dat is mijn go-to, is dus City Sound. Bij mij in de straten kwamen in Apeldoorn en dan in Zuid. Mm-hmm. En maar ik woon op een heel rustig gedeelte van Zuid. Een nieuwbouw Zuid en dat is wel heel rustig. En als ik gewoon in bed lig, dan hoor ik buiten niks. Gewoon helemaal niks. Gewoon mensen. Ik woon gewoon in zo'n klein woonwijkje. Mensen liggen gewoon dan, als ik in bed lig, zijn mensen gewoon allemaal gewoon stil. Of ja, tv aan het kijken of zo. En niet veel auto's komen er bij ons langs. Het is niet zo'n openbaar iets. Als je wat hoort. Ja, nee, maar dat, ja, ik weet niet. En als het dan onweert. Of regen. Maar gewoon regen tegen de ramen of zo. Dat vind ik heerlijk. Ja, dat vind ik ook lekker wel. Er zijn ook heel veel mensen die vinden dat witte ruisgeluid lekker. Ken je dat de televisie zeg maar een wit ruis heeft? Ik word daar heel ongemakkelijk van. Ik heb een keer een film gezien, White Noise. Oh ja, ja, ja. En dat gaat dus daarover. Nooit meer. Die dan door je mensen daarin hoort en zo. Oh, hou op, hou op. Nee. Nee. Als, dat, oh, als ik dan wakker word, wordt er zo s'nachts in mijn televisie staat nog aan. Ik vind dat niks. Ik vind dat echt helemaal niks. Hier zit kip in of zo? Garnaal of zo? Ik weet het niet. Ja dat, garnaal, ja, dat is garnaal. Je hebt ook een krabstik. Oh ja. Nog eentje. Maar jij eet ook geen vlees? Nee, nee. Of wel geen vis? Nee, geen vis, geen vlees. Dus ik heb nog die en deze, die kan ik eten. En de rest is allemaal. Je hoeft het niet op te eten. Ik wou dat zeggen, want er is een hele bak hier nog. En je hebt nog die lumpia's, dus Ida. Oh my god. Hier, die kleintjes heb ik. Lekker. Maar oké, okay, dus jij bent ook niet echt van de horrorfilms? Nee, haal er geen entertainment uit, zeg maar. Nee, echt totaal niet. Ik heb Paranormal Activity gewoon de allereerste gezien. Om 11 uur 's ochtends, samen met mijn zus. Ik heb letterlijk de hele dag om me heen zitten kijken. Oh. Het was de verjaardag van mijn vader. Dus toen was we s'avonds visite en toen werd het op een gegeven moment buiten donker. Ach, gossie. Uit dat raam kijken. Nee. Dat raam kijken. Ik had een hele idee dat er iets om me heen was, dat iemand om me heen was. Ik vond het zo eng. Ik heb 3 maanden slecht geslapen. Omdat ik omdat, weet je... Mensen zeggen, ja, die film is niet eng, er gebeurt helemaal niks. Maar dat is wat ik eng vind. Dat ik letterlijk vond het juist omdat je niks niet weet. Is. En dan zie je een schaduw langs de deur. En dat is hetgene wat ik eng vind. Dat er niks is, maar dat er dus eigenlijk iets is. Ja, en dan ineens zie je het gebeuren. Ja, ik kan daar ook niet. Word je uit je bed getrokken of zo aan je been. Ik slaap ook niet met mijn been naast mijn deken hoor. Omdat je bang bent dat er een monster in je been. Zelfs als het vol zomer is. Dus ik mijn ventilator op het hart zijn en ik ga onder de deken liggen. Ik lig af in de deken, hoe warm het ook is. Ik lig onder een deken. En dat is gewoon... Oh nee, ik was vroeger ook zo'n bange poeper. Mijn zus heeft vroeger zo vaak onder mijn... Ik had een hoogslaper. En dan ging mijn zus er standaard gewoon onder liggen. En dan was mijn moeder van, nou slaap lekker. En dan ging ik slapen. En dan kwam mijn zus boven mijn bed vandaan. Daar, ik denk getraumatiseerd dat voor het leven, ik denk ik. Heb gewoon echt een trauma om te schrikken ook. Och, ja, ik schrik van heel veel dingen. En ze zeggen dat je dan slecht geweten hebt of zo. Ik word dan boos hoor. Ja, ik ook. Als je mij laat schrikken, doe nou niet. Weet als je mijn vriend me laat schrikken, dan ga ik hem gewoon slaan. Normaal, niet doen. Hallo. En ze zeggen dat je dus een slecht geweten hebt dan. Maar ik vind het slecht geweten, ik vond het irritant. Nee, ik hou er gewoon ook niet van. Ik vind die grappig ook. Het is echt heel veel. Ja, sorry. Je hebt die handrol ook nog. Probeer het. Ja, moet ik dit eens proberen? Maar moet je met je handen zo eten? Oh, echt? Zo, en dan dip je hem zo in die sojasaus met de kip. Zo veel. Ja, maar het is maar... zo lekker. Ik gewoon zo op. Echt? Ja, zo. Juist. Oké. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Echt maar veef. Ik vind dat zeewier dus echt niet te pruim aan de buitenkant. Jij bedoelt dat zwarte zeewier vind ik. Dit? Ik dacht dat jij dit dan. Nee, dit vind ik niet te pruimen. Maar daaromheen kan het nog. Maar hier, dan bijt ik gewoon zo'n stuk af. En dan denk ik, oh, vind ik niet te pruimen. Hier zit er maar een mini klein beetje in. Als je niet wil, hoef je niet te eten. Mm. Eén laatste voor mij, deze. Een lumpia kan je ook niet. Wat zit daarin dan? Vlees, meestal. Volgens mij niet, hoor. Oh, hoe gaat het met de Masha planners? Gaat het een beetje... Gaat het goed? Loopt het goed? Super goed. Wil je er eentje? Ja, leuk. Ik heb er een zo'n mee voor me. Oh, leuk. Super blij mee, ja. Echt... Ja, ik had de video gezien, maar echt... Ja, gewoon leuk dat je het dan bij de HEMA en zo zag ik altijd wel gewoon van die plan dingetjes en dingetjes en zo. Alleen echt leuk dat je het gewoon helemaal zelf hebt. Ja, ik heb mijn eigen versie gemaakt, wat ik gewoon zelf heb. Customized, echt leuk.
Ja, super blij mee ook. Maar al dat soort dingen waar jij gewoon zelf heel enthousiast over bent in je vlogs. En er wordt gewoon echt zo goed op gereageerd door al je kijkers. Ja, ja. Nou ja, ik denk bij heel vaak bij dat soort dingen denk ik, ik mis het zelf. Dan maak ik het zelf. Nou, dan breng ik het ook gelijk uit. Want ik ben vast niet de enige, weet je wel. Tuurlijk, prima. We hebben zoveel erop. Het is echt heel veel. Mm. Maar het kwam ik echt binnen. Normaal heb ik zeg maar één zo'n bakje voor me alleen en dan nog een bakje met champignons ernaast. Ik dacht, ik bestel wat meer. Echt. Even kijken. Ja, volgens mij soms zit er geen vlees in. Nou, je hebt, ik denk dat je gelijk hebt. Het lijkt je kan, op de, kan je kijken wat je bestelt? Nee, er stond gewoon echt loempia. Maar ik denk... Nee, er zit wel wat in. Ja, oké. Okay, ja, dan eet ik hem op. Ja. Sad. Ik denk dat ik mijn sushi op heb. Heb ik zoveel voor jou? Ja, maar ja, die is echt die had gewoon niet gehoeven. Nee, dat hele bakje had eigenlijk niet gehoeven. Die misschien, dit was ook weer 2x4. Ja. Ik denk dat ik... Ja, ontploft zo meteen. Mijn goethe. Oh, niet in de oh joh, ik doe ook alles, altijd alles in alles. Hey, oké, okay, dus jouw favoriete keuken is dus een beetje dat kebabachtige dingetjes. Ja, en als ik echt uit het eten ga, of ik vind kip altijd heel lekker. Mm-hmm. Ik vind kip gewoon altijd heel erg lekker. En dan gefrituurd of gegrild? Of... Gewoon kipfilet, ik vind ja, gewoon de smaak van kip. Ik vind het wel KFC, gewoon echt. KFC? Ja, ik zal het KFC. Ik zal het KFC. KFC, Kentucky Fried Chicken. Nee, maar KFC is een hele nette manier van KFC. Het is gewoon een Nederlandse manier. KFC. Dat vind ik gewoon echt heel erg lekker, maar ik ben heel erg een ongezond persoon. Nou, ik kan, dat zou je niet zeggen. Ik kan elke dag van de week naar de McDonald's gaan en dat heb ik ook echt letterlijk heel vaak gedaan. Als ik dat nu ga doen, ik begin steeds zeg maar meer rond te worden en ook die zijvetjes aan de achterkant. En ik was altijd zeg maar toen ik nog niet aan de hormonen zat, dus ik was altijd, mijn trots was altijd een beetje mijn hele slanke benen. Ja. Nou, het wordt een broekje dus die een half jaar geleden aankomt, daar komt mijn kont niet meer overheen. Oh. Dus echt, en dat is dan zo van, het wordt veel vrouwelijker en dat ja, is wel dus moet je gaan lijnen accepteren. En dan heb ik zoiets van, ik kon gewoon letterlijk, wat ik vroeger at, dan ging ik uit school ging naar de ja, Aldi, vertel. Omdat ik langs de Aldi kwam. Mm-hmm. Dan haalde ik een pak reuzenmergpijpen, een pak chocoladekoekjes, 3 blikjes energy. Nee. Dan haalde ik nog een zak naturel chips, want ik eet alleen maar naturel chips, de rest vind ik allemaal niet zo heel lekker. Of okay. Doritos. En dan een bolletje mozzarella. Een bolletje mozzarella, gewoon ik zo. Ik eet gewoon letterlijk een bolletje mozzarella. Dan ga ik het een stukje afsnijden en haal ik gewoon stukjes uit het eten. Ja. Een pak merkpijpen ging op. De half zak chips ging ongeveer wel op. De koekjes gingen meestal, ja, of het wordt tot de helft op. 3 blikjes energy dan en een maar bolletje mozzarella. Omdat je echt honger had of omdat je het lekker vond of omdat je er behoefte had? Gewoon lekker, gewoon na school ging dan even erheen en dan ging ik tv kijken en ging ik dat eten. En dan s'avonds nog een bord vol met eten. Oh. En ik kwam niet aan, ik was super mager. Stop. Nou, maar ik denk dat we allemaal wel in onze tienerjaren meer aten dan... Ja, maar dit was echt nog 1-2 jaar geleden. Nee, toen was ik echt 19. Ga weg. Ja. Nou, ik weet wel dat toen ik tiener was, was inderdaad wel echt wel inderdaad bij de supermarkt een zak M&M's halen en ja. Energyblikje en inderdaad een reep chocola en maar niet aankomen, weet je wel. Maar ja, hè, jongens, bij deze, als jullie dit kijken, ja. Er komt een moment... En dan moet je er echt op gaan letten. Ja, slank zijn hoeft niet te zeggen dat je gezond bent. Nee, is ook zo. Is ook je moet zo. Van binnen kan je helemaal verrot ja. zijn. Ja. Maar echt. Ja, en er zijn heel veel mensen die dus ook gewoon zo kunnen blijven eten naarmate ze ouder worden. Maar die dus inderdaad wel gezondheidsproblemen, dus hartklachten en zo krijgen. Ondanks dat je slank bent. Dus. Ja, maar mensen die zo aan de crack zitten zijn ook meestal heel dun, maar die zitten ook niet gezond. Ja. Kun je niet van zeggen, oh nou, die is dun niet gezond jongens. Dun is niet altijd goed, zeg maar. Nee, ja. Ja, het kan van alles een reden hebben. En, ja. Maar goed, geniet er wel nog van nu het nog kan. Maar echt. Er komt een moment dat je al bij het kijken naar de M&M al een kilo aankomt. Ik ben 21, ik zit in de overgang en ik ben zwanger. Door oh ja, met je hormonen, hè? Ja. Want wat is nu het effect daarvan? Want zeg maar, wat is de fase waar je in zit? Nou, ik zit nu 8 maanden aan hormonen. Mm-hmm. Dat is redelijk. Nou, je zit zeg maar in het VU noemen ze het je real life jaar. Okay. En dat is 1 jaar. En je moet 1 jaar hormonen slikken voor je zeg maar de operatie mag doen. Yeah. Omdat je gewoon eerst moet ontwikkelen. Je moet alle vrouwelijke hormonen, moet je zeg maar weten hoe dat alles voelt. Mm-hmm. Dus ik zit nu dan 8 maanden aan hormonen. Nou, je borsten gaan ervan groeien, je heupen gaan ervan ik groeien. Zie het, ik zie je echt gewoon. Je lichaam wordt gewoon ja. totaal anders. Je gezicht wordt veel boller. Want ik had altijd zo'n heel erg
ingevallen gezicht door acne. Mijn gezicht heeft veel meer vet hier gekregen. Mijn acne is bijna helemaal weggetrokken, want je huid zachter wordt. De huid is niet normaal. Dat is echt gewoon... Ja, ik vind het zelf gewoon nog echt verschrikkelijk. Nee, je bent echt... Maar, ja. En dat is eigenlijk wat de hormonen doen. En de... Maar heb jij dan ook bijvoorbeeld minder baardgroei? Dat niet? Nee, wel lichaamshaar minder. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, nou, ik had wel rondom mijn tenen. Ik had nooit veel lichaamshaar. Ik was altijd heel erg ielig met lichaamshaar. Mm-hmm. Ik had wel altijd rond mijn tepel en zo vroeg een beetje. En zo'n buiksnor. Buiksnor. Maar dat ook wel minder. Want eerder moest ik dat wel, ik wou ook dat gewoon weg hebben. Dan moest ik gewoon stoppetjes scheren. Nu is het af en toe dat ik denk van, oh, daar is een beetje haar. En dan haal ik het gewoon weg bij het douchen. Okay. Dus dat wordt dan minder. En de haar op mijn gezicht moet ik gewoon weglezen. Daar ben ik dan nu mee bezig. En ook video's, vlogs over gemaakt dat ik echt dat doe. Ja. Dus daar heb ik dan 1 juli heb ik mijn derde afspraak voor het laseren. Het duurt 8 keer of zo moet je waarschijnlijk... Nou, ligt eraan. Ik heb natuurlijk blond haar. En dat de laser pakt niet altijd heel goed op blond haar. Ja, maar zeggen, kan dat wel überhaupt? Maar in ieder geval, het belangrijkste voor de operatie is dat het daar beneden haar vrij is. Want de stukjes waar ze gaan snijden en naaien en hele kunstwerkjes gaan maken. Mm-hmm. Mag geen haar zitten, zeg maar, tegen ontstekingen. Ja, dus tegen... Anders groeit het naar binnen, lijkt mij. Ja. Dus daar is het belangrijkste dat het weg is. En mijn gezicht, dat wordt gewoon langzaam minder. Het wordt gewoon bijvoorbeeld hier is dat bijna helemaal weg. Want hier had ik altijd meestal wat dons haar. Maar je ziet hier niks. Nogal. Ja, maar dit is geschoren vanochtend. Maar het is echt perfect glad. Ja, als je het zo voelt, dan voel je wel. Ja. Oh, je voelt wel echt gewoon stoppeltjes. Ja. Maar eerder, als ik het nu, dan had ik echt een millimeter stoppel. Wow. Als ik het 's ochtends schor. En nu is het dan echt een stuk minder. Wow. Ja, en door de hormoonblokkers. Heel open hoor, maar zeg maar, je maakt geen, je hebt geen zaadproductie meer. Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk gewoon je mannenhormonen zijn, dus dat wordt helemaal stopgezet. Dus het volume daar gaat ook helemaal weg, dus dat is wel fijn. Dus kan het veel makkelijker wegwerken. Ja. Ja. Dus dat is heel fijn. En je overgang van gedachten is echt gewoon totaal anders. Ja, ik wil het zeggen, want wat voor effect heeft dat mentaal, zeg maar? Dat... Ik kan echt zo erg hoe een man denkt en hoe een vrouw denkt, kan ik zo erg naast elkaar zetten. Ja, is het nu echt dat je denkt, wow, is het echt zo dat een man dus vaker aan seks denkt, bijvoorbeeld? Een man, ja, ik heb nu natuurlijk geen libido door mijn hormoon. Als ik heb geen libido, dat komt terug als je stopt met hormoonblokkers. Hormonen moet ik altijd blijven slikken, omdat ik natuurlijk geen vrouwelijke hormonen aanmaak van mezelf. En er geen baarmoeder en zo in me geplaatst, dus dat kan allemaal niet. Mm-hmm. Dus vrouwelijke hormonen moet ik altijd blijven slikken, maar de hormoonblokkers zorgen ervoor dat mijn libido weg is. Ja, dat is natuurlijk dat mannelijke, ja. Tuurlijk, als je bijvoorbeeld, als ik met mijn vriend sexy time heb, dan word je natuurlijk al opgewonden. Maar je libido, je hebt, zeg maar, vanuit jezelf gebeurt niet meer. Zo'n jongens worden ook altijd wakker natuurlijk met volle glooien. Nou, dat gebeurt allemaal niet meer, weet je wel. Dat is gewoon allemaal weggewerkt. Dat is er allemaal niet meer, omdat je gewoon geen libido meer hebt. Maar het is gewoon, mannen denken over 1 keer over iets na, 2 keer over iets na. En dan hebben ze wel een beetje een mening over iets. Vrouwen denken 5 keer over iets na, dan slapen ze slecht. En denken ze volgende dag nog 5 keer over na, dan weten ze het nog niet. Ja, ja. En ook gewoon heel erg, heel onzeker, over alles nadenken, over gewoon echt heel anders. En ik had altijd iets van, grappig, je, je hoort altijd dat mannen zeggen van, oh, vrouwen zeiken zo, vrouwen zijn altijd emotioneel. Maar het is gewoon, van vrouwelijke hormonen maken je ook gewoon letterlijk zo. Ik was altijd de minst emotionele persoon ter wereld. Bij films huilde ik niet. Ik vond het altijd wel een beetje saai. Oh. Nu, jouw trouwvideo, dan zit ik alweer van... Weet je wel, en dan denk ik, en dan wil ik hem niet huilen. Dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zielig. Maar dan vind ik het gewoon mooi. En dan zonder het, en dan komen er gewoon tranen af. Dan denk je, fuck me, weet je wel. Welkom in onze female. Maar het is echt bizar. Ja. Ik snap dat mannen en vrouwen niet snappen. Ja. Het is ook gewoon niet uit te leggen hoe een vrouw over dingen nadenkt en hoe een vrouw over dingen voelt. Vooral als je, ik ben zeg maar 24/7 ongesteld, zo is het in mijn hormonen zeg maar. Oh, maar dan ben zo... je helemaal, dan ben je echt hardcore nu zeg maar qua hormonen in. Met ja, daar ben ik dus nu na 8 maanden wel een beetje aan gewend, maar de eerste maand, ik kreeg paniekaanvallen. Ik kan het zeggen, want psychisch doet dat wat mee. Ik keek in de spiegel en... Alles wat ik zag was verschrikkelijk en had ik een video gepost en denk ik zie er zo slecht uit. Oh. Gewoon echt dat onzekere. Ja, je kent het al. Echt dat onzekere als je bijvoorbeeld ongesteld bent en je hormonen heftiger zijn. Dat had ik een maand gewoon 24/7 echt gewoon helemaal gek werd. En hoe ging je vriend ermee om dan? Nou, die kende ik toen nog niet. Die bent natuurlijk later. Een maand toen ik aan hormonen zat, toen heb ik hem ontmoet. En dat, die weet niet beter. Dat, en hij vindt het wel, ik heb het wel eens met over van ja, maar die heeft een relatie met een transgender. Dat is natuurlijk altijd iets anders dan met een natuurlijke vrouw, dat vrouw is geboren. Nou, hij zegt ook al van ja, het is anders en ik merk wel dat het anders is en zo, maar het is niet dat het bezwarend is of lastig is of zo. Het is gewoon, ja, je hebt af en toe een iets meer uitgesproken mening, omdat je emoties gewoon heel erg aanwezig zijn. En, maar voor de rest, hij doet het heel goed. Hij gaat er echt goed mee. Echt heel bijzonder. Ja, die maakt nu alles helemaal mee.
Ja, maar die vindt het heel leuk, maar dan bijvoorbeeld dan, ik slaap zonder BH, omdat ik het gewoon echt zo fijn vind om een BH uit te doen. En dan gaan we bijvoorbeeld slapen en doe ik mijn BH uit en dan zit hij ook echt kijken van, ja, ze zijn echt groot, weet je, hij ziet dan echt van, en dan zegt hij dat heel schattig, maar ja, ze zijn echt groter. En dan bijvoorbeeld mijn heupen zijn dan iets breder geworden, dan zegt hij, ja, ik krijg echt een vrouwelijke lichaam. En toen laatst was ik mijn make-up eraf gehaald en dan zegt hij van, je wordt echt steeds vrouwelijker. Ah, dat is heel bijzonder. En laatst zei hij altijd heel schattig van, ja, ik merkte een beetje dat hij een beetje onzeker was en een beetje nee was en zo. Ik zeg, wat is er nou? Toen had ik hem echt 4 dagen niet gezien of zo. Toen zei ik echt van, ja, en je wordt gewoon steeds vrouwelijker en steeds mooier. En ik ben gewoon bang dat je straks denkt, ik kan veel beter krijgen dan jou. En dan keek ik echt aan en ik dacht, doe eens normaal. Oh, en zo van, dat is echt... Nou, hij is echt heel schattig. Dat is wel echt, hij is echt heel lief. Ja, ja. Ja, ik denk dat je een goede jongen. Ja, een goede jongen te pakken hebt. Ja, leuk. Ben je klaar met jouw zoek? Ik denk het wel, hè? Je bent, Als ik meer ga eten, dan ga ik echt mijn buik weer naar huis anders. Dat is zonde, maar. Ik denk dat, dat wij als een mukbang gaan afronden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken hoe wij dit hebben zitten opeten. Ja. Of je het fijn vond, de crunchy geluidjes. Toch? Ja, heel apart. Ja. Ik heb voor mij is het heel nieuw dit. Ja. En ik vond het wel grappig. Ja, toch? Dus, ja, maar wel gezellig. En ik vond het leuk dat jullie er mee hebben gekeken. Bedankt voor het kijken. Check Jessie's kanaal. Die zal ik je wel even linken. Yeah, en ik zie jullie snel weer. Bye. Doei!